De plek des onheils, het winkelcentrum van Zuid-Beijerland in verlaten toestand. Het is tegen 8 uur 's avonds. De buurtsuper is nog open en, jawel, naast de ingang hangt al een groepje jongens op scooters. Nu zijn het er 4, maar het zijn er ook wel eens 10. Ze zijn luidruchtig en staan er soms tot middernacht. En dan houden ze omwonenden uit hun slaap. Over de hangjeugd wordt veel geklaagd, door de buurt en door het winkelend publiek. De jongens die zitten gewoon heel graag op het winkelcentrum als een soort verzamelplaats. Maar ja, dat doen ze met brommers, dat doen ze met scooters. En ja, daar hebben mijn klanten last van. S'avonds om 10 uur moet je gewoon een beetje rustig zijn. Moet je het gewoon wat minder doen. Want dan moet je hier niet over een winkelcentrum met een brommer vol gas rondjes gelopen rijden. Want dan worden die mensen boos. Dan maar eens aan de jongens vragen wat ze hier te zoeken hebben. Gewoon muziek luisteren, met elkaar praten wat we hebben gedaan die dag. Is er niks leukers hier in Zuid-Beijerland? Nee, hier is hier keer droog staan dus. Als ze dan met meer dan 5 personen hier staan, dan kunnen ze ons al een boete geven. Er geldt dus al een samenscholingsverbod en ook voetballen is hier verboden. Maar omdat de politie ook niet veel meer kan doen dan boetes uitdelen, bedacht een groep bewoners een nieuwe aanpak. Wie overlast ervaart van de hanggroep, kan bellen naar een speciaal nummer voor buurttoezicht. Een buurtvader neemt dan polshoogte en spreekt de jongeren aan. De buurtvaders hebben geen bevoegdheden, wel werken ze samen met de politie en de gemeente. Als ik hier sta en de jongens laten hun blikje vallen waar ze staan, dan vind ik wel dat er wat van gezegd moet worden. En ik ben ervan overtuigd dat die ouders, als ze dat zouden zien, hun eigen zonen zouden aanspreken en zouden zeggen, joh, gooi dat blikje lekker even in die prullenbak. Is het niet de bedoeling dat we geweld gaan gebruiken of zo? Gewoon de jongens aanspreken, een beetje vragen waar ze mee bezig zijn en ja, daar moeten we het eigenlijk mee doen. Begin vorige maand zijn de eerste vrijwilligers voor het buurtvaderproject geworven. Zodra er voldoende buurtouders zijn, kan officieel worden begonnen.